Dames en heren, na de wedstrijd Sportlust tegen Hoek staan we met aanvoerder Nick Verhagen. Nick, een 2-0 verliespartij tegen Hoek. Moeilijke partij, denk ik. Ja, ik denk dat we op de eerste minuut na goed beginnen. Ik denk het eerste kwartier hadden we goed in handen. Zij zetten het om naar 5. Nou, ik speel eigenlijk een beetje de twee systemen tegen elkaar. Nou, ik denk dat hun iets beter lag. Beide ploegen creëren weinig. Nou, uiteindelijk zei je vanuit een ingooi, eigenlijk vanuit een vlotte aanval sta je ineens 1-0 achter. Terwijl eigenlijk ze nog geen kans hebben gehad op de eerste minuut na wat ik zei. Terwijl wij veel de bal hebben, maar weinig creëren. Ja, dat is denk ik een beetje het verhaal van de eerste helft. Hè? Veel de bal, weinig creëren. Het is ook lastig voetballen tegen een ploeg die de bal aan jullie laat. Ja, ik denk dat het spelbeeld de hele wedstrijd hetzelfde was. Zij laten ons de bal zakken in. Ja, ik denk dat zij niet over de middenlijn druk komen zetten aan het begin. Nou, dus wij zeggen nog geduld, het moment komt wel. Ja, balletjes die net niet goed vallen, maar uiteindelijk te weinig. Ik denk dat we ook niet heel veel gecreëerd verder hebben. Is lastig, maar de kansen die je dan krijgt, weet je, in zo'n wedstrijd, die moeten erin dan. Nee, en de tweede helft wordt aardig omgezet. Dan ben je veel meer, nog veel meer aan de bal, veel meer aanvallen bezig. Maar echt een grote kans hebben we niet gecreëerd. Op dat schot op de paal na, denk ik. Ja, ik denk Zakka inderdaad. Terwijl ik vond dat ook niet eens echt een kans. Het was ook ineens de bal af voor zijn voet. En uit een onmogelijke hoek krijgt hij nog op de paal. Dus dan moet dat moet net mee zitten. En ik denk toen dat 2-0 was, in de laatste minuut nog een kopbal van Zakka. Maar meer hebben wij niet gecreëerd, denk ik. Nee, het is een troosteloze middag. 2-0 verliezen, regen, geen publiek. Ja. Het maakt het er niet leuker op. Nee, je vat het goed samen. Het is eigenlijk alles wat de tegenkant zit tegen. Dus snel vergeten deze wedstrijd en op naar volgende week. Graag op naar volgende week. En toch nog een